De kustwacht van Suriname gaat zich binnenkort ook bezighouden met visserijbescherming. Dit besluit is onlangs genomen in samenspraak met het ministerie van LVV. De kustwacht zal vooral controle uitoefenen op het gebruik van visnetten. Jerry Slijngaard, directeur van de kustwacht, zegt dat hij samen met vertegenwoordigers van LVV gesprekken voert met verschillende vissersorganisaties. Hij geeft aan dat de groepen goed geïnformeerd worden over de nieuwe taak van de kustwacht. De kustwacht is, zoals ik het noem, de new kid on the block. Niet iedereen begrijpt precies wat de kustwacht inhoudt. En wij willen juist voorkomen dat het spreekwoord onbekend maakt onbemind gaat spreken. Dus wat we willen hebben is dat wij van de kustwacht gaan naar de mensen. We geven ze alle informatie. We hebben vrij goede discussies en deliberaties gehad met de vissers in Ikeri, met de vissers in Koroni. En morgen gaan we naar Saramaka en zo gaan we alle districten aflopen. Zodat de mensen een goed beeld hebben van wat is de kustwacht, wat mogen ze doen, wat zegt de wet, waar moeten ze zich aan houden. Zodat er geen problemen ontstaan wanneer we ze ontmoeten op zee en dat iedereen zich houdt aan de regels die zijn gesteld. De financiering van dit project komt uit de begroting van de overheid. Slijngaard merkt op dat de regering wel rekening houdt met de veiligheid op het water, ondanks de precaire situatie in het land. Tot op dit moment wordt alles wat de kustwacht op dit moment onderneemt, wordt gefinancierd vanuit de overheidsbegroting. En hoewel we in een misschien precaire tijd leven of een tijd waarbij we niet kunnen zeggen dat we een overvloed hebben aan alles, moeten we toch zeggen dat wanneer het gaat om veiligheid en zeker veiligheid op zee, dat we altijd een gewillig oor hebben gevonden bij de overheid van Suriname. En zij dus zorgen ervoor dat wij kunnen opereren. Dat was de directeur van de kustwacht, Jerry Slijngaard. De kustwacht zal zich binnenkort ook bezighouden met de visserijbescherming in Suriname.